filtertje eroverheen. Lekker vlak thuis. Daar zitten we dan hoor. Ja. Zitten, ja. Oké, we zitten in het vliegtuig. On our way to Bangkok. Yeah. Om restaurant, heet dat? Hoe heet het? Kwamdam. Kwamdam restaurant. En ooit een aubergine. Aubergine en kwamdam. Chique deur gaan nu echt op avontuur. Ja, we gaan naar, hoe heet het nou ook alweer? Le Bua, Skybar. Ja, dus dat is de bar van de Hangover. Yes, de jarige Jet gaat op vakantie. Boep boep. We gaan lekker naar Thailand. Het is weer zover. Het is weer zover. Chique en duur op avontuur. Yes, en we gaan nu even inchecken. En we zijn een beetje eigenlijk aan de late kant, maar ja, we moeten opschieten dus. Moet ik dit echt ophouden? Ja, tuurlijk. Zo, we zitten in. Dit ligt er, hè? Ja, want het is nu al. Filters er overheen. Lekker vlak thuis. Daar zitten we dan hoor. Zitten we. Oké, we zitten in het vliegtuig. On our way to Bangkok. Yes. En dan ja, we gaan eigenlijk twee dagen naar. Twee dagen naar Bangkok. En dan gaan we daar door naar Koh Samui, Koh Phangan en Koh Tao. Misschien moeten we Koh Samui skippen, dacht ik. En moeten we meteen door naar Koh Phangan. Ja, maar ik denk dat het uiteindelijk toch best wel leuk is, Koh Samui. Ja? Je ziet toch best wel leuke dingetjes voorbij komen daar hoor. Want ik was wel bang dat het ook toeristisch zou zijn, maar misschien in ieder geval dat het allemaal best wel mee. Ja, we kunnen alles nog alles is open. Precies. En we kunnen ook één nacht doen en dan als het niks is. Kunnen we door. Ja, ja. Maar eerst even vliegen naar Bangkok. Met de birthday girl. Dus nu aangekomen in Bangkok. En we gaan een hele mooie roze taxi in. Boep, boep. We moeten al onze hebben en houden. Ja, het is natuurlijk alleen roze van buiten. We hebben het overleefd. De vliegtuigreis. Ja, dat ging wel weer snel, toch? Ja, toch? Dat was best wel prima te doen. We hebben die verrassers. Ja. Zitten we weer op gepeigerd. Ik weet niet, altijd dan denk ik. Ik vind wel dat je er goed uitziet, hoor. Ja. Thank you. Zeker. Maar ja, ik heb dus nooit zin in die reis. En dan zit ik in het vliegtuig dat ik denk, oh mijn god, moet ik hier nog 10 uur in het ding zitten. Ja, maar jij kan wel vet goed slapen. Ik kan wel goed slapen, ja. Ik werd wel een paar keer wakker. Dus dan heb ik nooit echt het gevoel van, ik slaap 5 uur achter elkaar of zo. Ik denk de hele tijd, oh, een keer een half uurtje misschien max. Oh ja. Ik ga volgende keer ook een slaappil van jou nemen. En ik kijk ook bewust nooit op de tijd. Maar ik weet altijd, zodra het licht en gaat en zo'n ontbijt gaan serveren, dan weet ik gewoon, dan precies. Zijn we er over 1,5 uur. Oh ja, nee. Ik kan gewoon niet zo goed slapen. Ik kan mijn draai dan gewoon niet vinden. Nee, het zit ook gewoon niet lekker. Nee, het zit absoluut niet lekker, maar... Dus dat. En nu gaan we naar het hotel. Ik ben heel benieuwd. Volgens mij moet het wel mooi. Exact. Uitzicht.
En Isabel heeft gewoon een verjaardagstaartje gekregen. Alsnog. Gefeliciteerd, woehoe. Isabel. Yes. Woehoe. Oké, we zijn aangekomen bij het zwembad. En kijk eens hoe mooi dat een infinity pool. Daar is dus het hotel van de Hangover. En kijk maar hoe leuk deze zitjes. Bij een tijger. Pantenprint eigenlijk. Matching. Matching. En ik heb nog een t-shirt aan van True. Hoe heet het? True Colors. Het is echt onder het blauwe plek. Ik weet niet hoe dat kan. Van Tophek. Overal moet je kijken. En we gaan nu onze nagels laten doen. Gel-lak, want dat is wel weer nodig. En onze voeten. En we zijn iets bijgekleurd vandaag, maar nog niet al te veel. Oké, we hebben net onze handen gedaan. Ik heb een soort van... Ik dacht dat ik een soort van roze kleurtje heb. Het ziet er een beetje rooig uit, maar... Het is een beetje roze fleur. Even bezig met mijn voeten. En Isabel heeft al lekker haar voetjes en ze is nog bezig met haar handen. Wat gaan we hierna doen eigenlijk? Gaan we dan weer nu weer naar het hotel? Ja, we kunnen hier nog wel eventjes rondom. Ja. Oh ja, we gaan even ergens wat eten. Hier doen we dat? Zing jij? Ja, precies. Het licht is niet heel erg fluoriserend, zo'n TL-buis. Oké, nu gaan we in de metro gaan we naar een restaurant, heet dat? Hoe heet het? Condoom restaurant. En ooit een aubergine. Aubergine en condoom. Toch? Ik weet het niet. Maar het is zo grappig. Het is hier lekker vol. Wat was eigenlijk de tip over het restaurant? Dat het lekker was en leuk. Ja? Ja. Dat is leuk. Ik dacht dat er ook nog eens voorbij komen rondom mij. Een meisje die hier was geweest, was 2 weken geleden. Dat was heel leuk. Dus we gaan het meemaken. We zijn er. Het heet dus cabbages en condoms. Maar er hangen ook gewoon echt condoomlampionnen. Hier. Don't swallow. Danger, use condom. Wel goed dat ze echt, ze zijn wel goed bezig dat ze voor de veilige seks, zeg maar. Je hoort hier dus een soort van muziekje. En er zit dus een vrouw die zit op een soort van pianootje, zit hier gewoon te spelen. Dit zijn de lekkerste curry's, hè? Met van die hele dikke ballen erin. Delicious. Thank you. Oh, die curry's hier, jongen. Die zijn toch echt van de huis te schrijven. Hartje. Ballen, jongen. Love it. Krap er in je mond. Wat zijn dat voor ballen dan? En deze zijn ook lekker. Wat zie je lekker in je mond? Dit is pittig, hoor. Thank you.
we zijn gisteren dus als twee oude omaatjes gaan slapen. We waren eigenlijk heel erg moe van onze vlucht. En ja, dus we zijn om 10 uur naar bed gegaan. Nu gaan we even lekker ontbijten. Dus even kijken wat we lekkers te eten hebben. Oh, wat grappig. Dit is zo'n raspberry lemon honey overnight oatmeal. Oh, wat is het dan? Geen smaak aan. Bijna. Oh, misschien is het meloen. Of iets. Het ziet er wel helemaal vet uit ook. Oké, ik heb een beetje een rood hoofd, maar ik heb hier dus net gesport hier achter mij. Op zo'n cross trainer gestaan en wat van die benenoefeningen. En nu sta ik dus op de loopband. Ik ga straks wel weer iets proberen wat harder te rennen, maar even zien. Ik heb dus nu wel een soort van wat calorietjes erop getraind. En vanavond ga ik dus hier in de bar van zeg maar waar de hangover is opgenomen. Daar ga ik dus alle calorieën weer aandrinken. Okay, we gaan zo op een bootje en dan gaan we naar het Grand Palace. Naar een tempel. We gaan het even bezoeken. Weet je dat? Huh? Weet jij wat dit is? Nee. Je hebt de Reclining Buddha. Dat is een hele grote gouden liggende Buddha. Echt gigantisch groot. Ja? Die is hier ook. Oh, echt? De rok hoor, Isabel. Chic. Fashion. Nee, alleen. Is het fashion? Fashion. Nou, waarschijnlijk is het ook nog wel ergens fashion. Maar super mooi. Al die glinsters ook op die daken. We houden van glittertjes natuurlijk. Ja, we houden van goud en glitter, dus dat komt goed uit. Ja, als je naar Bangkok gaat, dan moet je hier gewoon heen. Het is natuurlijk wel heel toeristisch, maar... Het is wel, maar ik vind het wel meevallen hoe druk het is. Het is wel de moeite waard. Het is zeker de moeite waard. En dan ga je gewoon lekker met een bootje. Even afkoelen op het water. Heen en afkoelen. Terug. En dan hier lekker warm worden. Okay, we zijn nu bij een soort van liggende Boeddha. Het is echt mega groot. Hij loopt helemaal tot daardoor. Zo ziet het er dus uit in het klein. Op een soort van marktje. Het ruikt echt behoorlijk heftig.
En mijn gedroogde vis. Ja, echt. Dus natuurlijk, het donker is natuurlijk om het koel te houden. Ja. Wat grappig zeg. Kijk, de lichtje daar gewoon te pikken. Oké, we gaan nu naar een soort van rooftop. Aan de rivier. Hallo. Oké, we gaan nu even wat eten. We hebben lekker lumpiaatjes. Met garnaal. Mm-hmm. Echt super lekker, echt niet normaal. En we zitten nu dus bij. Ja, nu boven is dus ook een soort van uitkijk voor ons. Die heet Sala Arun. Sala Arun dus. Sala Arun. En hierboven heb je ook een soort eagle's nest. Dan kan je. Volgens mij gewoon een cocktailbar of zo. Ja, het is vanaf 5 uur. Een uitzicht op dit. Ook een soort tempel, denk ik. Mm-hmm. Ja, echt feestelijk. Hey schatje. Hey. Offeren aan de goden. Oh ja. In plaats van een vuurwerkpakket een offerpakket. Offer. We zitten in een tuk-tuk. Voor haar eigen leven. Ik heb dus net een kat gekocht. Ik weet niet of je er doorheen ziet. Die moest ik natuurlijk kopen. Aangezien ik zo vaak naar de Chin Chin Club ga, moet ik natuurlijk wel ook zo eentje thuis hebben. Nu echt op avontuur. Naar het oude Bangkok. Ja, we gaan naar, hoe heet het nou ook alweer? Le Bua, Skybar. Ja, dus dat is de bar van de Hangover. En daar gaan we dus naartoe. Ik ga dus nu even een taxietje pakken. Het ruikt hier zo lekker in die lobby. Het is echt niet normaal. Oh, we moeten even aan hun vragen of we een taxi kunnen regelen. Zo mooi ook, hè? Oh, heerlijk. Volgens mij is het gewoon dood.
Isabel zit lekker op haar Facebookje te kijken naar interessante dingen over rammelende eierstukken. Ja, het is de Universiteit van Amsterdam. Die heeft altijd hele interessante colleges. Dus gezien het feit dat ik niet meer naar school ga, wil ik graag wel een beetje mijn kennis op peil houden. Dus wat doe ik dan? Dan kijk ik dus naar de Universiteit van Amsterdam. Lekker superleuk. Bezig. Hé, hey, wacht. Ik wil iets doen. Dat doen die vloggers altijd. Kijk. En ondertussen is dus net friet bezorgd. Wacht. Je hand. Oh ja. Is er net friet bezorgd. En een club sandwich. Lekker. Oeh, dus dat gaan we even. Dat gaan we dus even lekker oppeuzelen. Yummy. En morgen vliegen we dus naar Koh Samui. Moeten we wel nog even met een bootje ergens heen, maar... Naar Koh Samui. Ja, precies. Maar we vliegen niet op Koh Samui. Op een ander plekje, maar dat vind ik echt een heel lastig... Uit te spreken gebeuren. Ja, klopt. Oké, wij gaan slapen. Eerst eten. Ciao.